Maar we zagen ook in de afgelopen tijd dat dat onvoldoende was. En daarom hebben we niet alleen maar in deze miljoenennota een extra pakket ingezet. In totaal gaat het over 16 miljoen euro voor volgend jaar en ook structurele bedragen van jaarlijks zo'n 4 miljoen euro. Maar daarnaast is bij het laatste pakket, wat in Nederland eigenlijk in de afgelopen dagen is gemaakt, ook aan meegenomen dat dat ook gaat gelden voor Caribisch Nederland. En dat gaat met name over de betaalbaarheid van de energierekeningen. En we hopen dat in combinatie daarbij, maar goed, we moeten dat natuurlijk goed blijven volgen, dat die budgetten die we hebben vrijgemaakt voor het verhogen van de AOV, het zorgen dat de kinderopvang en kindgebonden budget verhoogd wordt, dat we werken aan die energierekeningen, vooral ook ervoor kan gaan zorgen dat het leven voor mensen op Caribisch Nederland weer betaalbaar wordt. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we gaan doen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.